Het was s'nachts om 2 uur, 3 voor 2 zoiets. Toen hoorde mijn vrouw een knal en die heeft me wakker gemaakt. Toen ben ik gaan kijken en toen zag ik dat er een auto stond. En toen hadden we 112 gebeld. Ja, ik weet niet wat er precies gebeurde. Er stond een auto in het pand en alles was al in de brand. Dus en voor de rest weet ik niet wat er gebeurd is. Ze hebben ook direct ontruimd, die gasflessen eruit gehaald en dat soort dingen. Dus voor de rest is ja, weinig aan de hand, aan deze kant. Ik heb geen flauw idee wat er verder gaat gebeuren. Ik denk dat ze het eraf halen en misschien een nieuw pand opzetten, denk ik.